Vlaanderen zelf een Vlaamse sociale zekerheid kunnen uitbouwen. We zouden, dat heeft Geert toegelicht, als we het stabiliteitspact achter ons laten, kunnen investeren. En Vlaanderen kan dat, we zijn schuldenvrij. Als wij mogen lenen, als een goede huishouder, met respect voor de budgettaire discipline, kunnen wij heel wat investeringen doen. En kunnen wij eigenlijk het leidende niveau worden in dit land. En dan met EI in plaats van IE. Dus dat is het eerste deel van de strategie. Voluit gaan. Het tweede deel van de strategie is dat je natuurlijk op het federale niveau een andere houding aanneemt. Dat elke keer als de Franstaligen, in de woorden van Karel de Gucht, aan de lege federale uier willen trekken, dat je duidelijk moet maken dat daar niks meer zal uitkomen. Dat in tegendeel het enige dat België nog te doen staat de komende jaren, dat dat saneren is. En ik snap niet dat andere partijen zo gechoqueerd zijn als wij dat zeggen, want dat ze dan eens uitleggen hoe zij een begrotingstekort van 15 miljard en 43 miljoen euro schuld per dag die erbij komt, hoe ze dat gaan wegwerken, tenzij door te saneren, zeker als je weet dat een groot deel van die schuld structureel is en dus niet gebonden is aan de schuld. België is wat ons betreft een asociaal niveau per definitie. We hebben zorgen die toch een debat heeft losgeweekt en dat is ook zo geweest, dat was ook de bedoeling. We hebben dat programmacongres gehad in Hasselt, waar Geert Bourgeois, die met zijn ploeg medewerkingsprogramma had uitgewerkt, met een voorstelling heeft gedaan, dat hebben we lang op voorhand gedaan. En daarna is er ook het Europese programma doorgegeven van Geert, die inhoudelijke steekpunten zeer toch nog eens aanstipt. Dankjewel Bart. Ja, goedemorgen op mijn beurt. Heel kort. Dames en heren, om toch te beklemtonen dat het eigenlijk wel een beetje kort door de bocht gaan is van CDB om te zeggen, we gaan onmiddellijk de leiding nemen op maandag en we stemmen niet voor kleine partijen, want wij moeten dat landbestuur, die drie partijen verder zetten. Wij vinden dat het ook wel eventjes over het programma mag gaan, over het idee mag gaan. We hebben van meet af aan de klemtoon gelegd op een sterk becijferd programma. Waarom hebben we dat gedaan? Omdat in tegenstelling tot de hele teneur van de campagne door, dat eigenlijk een sense of urgency is. Ja. Beste kiezers, ik denk dat het plaatje voor zondag nu helemaal duidelijk is. Eerst hadden we Frank van den Broeke, die absoluut wil blijven besturen, wat de uitslag ook mogen zijn voor de SPA. En die daarom het alternatief dat de N-VA is, wou demoniseren. Erger is dat gisteren CD&V zich daarbij heeft aangesloten. CD&V zegt dat ze maandag, alsof er geen verkiezingen geweest zijn, gewoon wil starten terug met die tripartiet. En in het voorbijgaan zeggen ze ook nog eens dat de kiezer vooral niet op de N-VA mag stemmen. Het is daarom heel duidelijk. Wie het kartelprogramma, die broodnodige hervormingen, nog altijd belangrijk vindt, wie een Vlaamse assertieve houding belangrijk vindt, die moet nu zondag voor de N-VA stemmen. Want alleen de kiezer kan de koers van die partijen nog veranderen. Alleen de kiezer kan de tripartieten en het verderzetten van het non-bestuur nog tegenhouden. Door nu zondag op de N-VA te stemmen.